Eli Iserbyt, heb jij de gouden medaille onder de normale mensen gewonnen? Ja, misschien mag je dat wel zeggen, denk ik. Maar het was zeker niet simpel vandaag. We wisten dat Mathieu van in de eerste ronde wel vol gas ging geven. Onze eerste taak was om Wout in zijn wiel te krijgen. Dat was goed gelukt, dus dan konden wij onze eigen wedstrijd rijden. Ik ben heel blij voor mezelf, een beetje ontgoocheld voor Wout, omdat hij het wel echt had verdiend. Mathieu is natuurlijk ook een mooie kampioen, maar als Belgen mogen we wel iets chauvinistischer zijn. Maar al bij al, persoonlijk ben ik wel super tevreden. Ja. Ik sprak net Lars van der Haar, die zegt ja, ik maak gewoon een tactische fout door Iserbyt de kop niet over te nemen net voor de balkjes. Dacht je, toen heb ik hem? Ik vond het heel raar inderdaad, want Lars liet mij op kop de laatste keer aan de finish en kreeg eigenlijk... we reden nog strafste ronde volgens mij en hij kwam er nooit over en dat vond ik wel raar, omdat hij ook wist dat ik sneller was aan de balken. En net aan de VIP-tent, van de VIP-tent tot aan de balken ging ik vol gas en ja, ik kwam er niet meer over. Dus dan had ik aan de balken denk ik 2 seconden en dat was inderdaad genoeg om tot de finish uit te houden. Plaats deze bronzen medailles in het kader van jouw seizoen, Eli? Ik denk dat dit wel de mooiste prestatie is van het seizoen. Ook de mooiste podiumfoto voor mezelf dan. Om dit naar later te mogen meenemen is toch wel iets uniek, vind ik. Met Wout en Mathieu op het podium staan op een WK is wel een droom voor mij. Dus ja, toch wel het mooiste van mijn seizoen. Ja. Mooier ook dan die bronzen medaille vorig jaar van Jetville? Ja, zeker. Dit jaar zou ik vorig jaar gewonnen hebben. Dus, ja, dat is wel mooier. Ja. Vorig jaar was ik vooral ontgoocheld omdat de wereldtitel meer voor het grijpen was en nu ben ik vooral trots. Dankjewel.